Hoi allemaal, welkom bij Perry's Internetclub. Ik speel op dit moment het tweedejaars dagtoernooi. Mijn naam is Tom Drijver van drijverbridge.com en ik ga eventjes kijken wat voor leuke dingen er langskomen en hoe leerzaam het zal zijn. Nou, partner opent een ruiten. Ik heb een 5-4 verdeling, 5 kaart hard en 4 kaart schoppen. Nou, van mijn hoge kleuren bied ik eerst de langste. Partner biedt 2 ruiten. Ja, dat is niet waar we heel vrolijk voor worden, toch? Even kijken, ik heb 8 punten. Partner heeft 6 ruiten. Nou, wat zijn er nou de mogelijkheden? Nou, een munch, nee, zit er niet meer in. 8 punten ten over 12 tot 14. Ja, yeah. En we hebben eigenlijk een misfit, hè? Om harder te herhalen heb ik een 6 kaart nodig. Voor 2 schoppen ben ik veel te zwak, dus zullen moeten passen. En het is ook wel zo in bridge, op het moment dat je merkt dat je een misfit hebt, is het vaak dat je zo snel mogelijk moet passen. Want je moet wel heel veel punten hebben. 25. Waardoor je met een misfit wel vaak 3 sans kan spelen. Maar anders is het advies vaak om te passen. Nou, laten we eens kijken naar het spel. Klopt inderdaad dat we geen goede fit hadden. Hoewel, die ruit is natuurlijk prachtig. Wat missen we? Ik mis 2 klaverslagen. Een hartenslag, dus 3. En 2 schoppenslagen, dus 5. Dan zouden we 2 ruiten precies maken. Ah, misschien zijn er nog wel opties, kansen om een slagje extra te maken. Laten we eens kijken. Klaver aas. Die missen we. Dan is entree meteen weg. Nou, wat is nou nog een kans? Ja, we zouden een schoppensnit kunnen proberen. Nou, laten we eens kijken of dat lukt. Dat werkt nu of als we nog een keer aan tafel zouden komen. Of als het volgende schoppenplaatje dubbel valt. Ja, hij speelt een hart erna. Dat zal toch niet onder het aas zijn. Ga ik ook niet op gokken. Misschien dat er wat anders moois gebeurt. Nu kunnen we hem net zo goed spelen. Ik spin eruit. Dan gaan we trof trekken. Kijk, ik kan ze net zo goed allemaal afspelen. Het enige wat we nu toch hopen is dat de schoppen meevalt. De 5. Nee, helaas. Zijn laatste schop is voor hen. En we hebben precies 2 ruiten gemaakt. Dus door laag te blijven, hebben we nog wel een goede score gehaald. 7 puntjes. Nou, een makkelijke pas. Partner opent 2 sans toe. 20 tot 22 punten. Ik ga me altijd 2 dingen realiseren als mijn partner sans opent. 1 of 2 sans. Hoeveel punten hebben we samen? Dus kunnen we wel of niet naar de munch. En hebben we een fit? We fit zijn er 8 of meer. Dus even kijken hoor. Ik heb 7 punten, dus munch, check, gaan we sowieso doen. Minimaal 27 punten samen. En ik wil erachter komen of dat wij een schoppenfit hebben. Want dat zou wel mooi zijn. En dat doen wij door steenman te bieden. Ik krijg een goed bericht. 3 schoppen, 4 kaart schoppen. We hebben er zelf ook 4. 4 en 4 is 8, genoeg voor een fit. Dus dan bieden we lekker 4 schoppen. En we munch spelen. Ik vind het zelf ook altijd leuk om een munch te spelen dan een deel scoren, maar je moet je aan de regels houden natuurlijk. Eens eventjes kijken. Wat missen we in schoppen? 0. In harten met deze start ook 0. Dus hij start naar de voorkeur toe. Klaver 1 en ruiten 2. En troef tel ik altijd verliezers. Ja, kunnen we daar nog wat mee? Ja, ruiten koning kan natuurlijk goed zitten. Nou, laten we eens even kijken wat er gebeurt. Kijk, kies lekker voor de poer. Dan ga ik het erover trekken. Kijk, ik begin hier altijd met een kleine schoppen naar de koning. Stel je voor dat de boer nu ergens 4 zou zitten, hè? Want we hebben samen 9 schoppen samen. Dus die kleur zit in het mooiste geval 2-2. En anders 3-1 of anders 4-0.
als die 4-0 zit, dan moet ik met een kleine schop naar de koning beginnen. Want stel je voor, Oost zou niet bekennen, dan kan ik nou schoppen eruit snijden. En als West niet zou bekennen, dan steek ik over met schoppen aas en dan kan ik schoppenboer over de andere kant snijden. Even kijken hoor. Nou, ik ga schoppen spelen. Kijk, ze zitten dus niet rond. Dan moet ik nog een keer schoppen spelen. Kijk, dit is wel mooie informatie. Er wordt 2 keer ruit afgegooid. Ik moet nu wat gaan verzinnen. Ik moet of kijken of dat we misschien op een extra ruitje nog een klaver kwijt kan. En laat ik dat trouwens gewoon proberen. Kijk. Dit is wel extreem. Dat betekent dat de ruiters. Tegenstander heeft 6 ruiters, staat er dus 5-1. Hij heeft er 2 weggegooid. Dus hij heeft er nog 2 over. Dus dat is wel fijn, want dat betekent dat wij spelen een ruiter gezakt. Want ik wil communicatie blijven houden. Hierdoor heb ik nog communicatie, want ik heb geen entree verder meer op tafel. Dan speel ik ruiter 9 en klaar. Best wel een leuk spel. Dus communicatie. Nou, nu kunnen we het verder uitspelen. Eens kijken wat de beloning is. Rapapa, rapapa. 93%. We hebben best wel ons best gedaan. Maar kijk nog eens naar die schoppenpositie. Probeer het anders een keertje met kaarten uit. Dat is wel mijn tip. En kijk, nu zit die 3-1. Dan maakt het niet uit. Maar als die nou 4-0 zit. Op het moment dat je, als je 9 samen hebt. Of ook wel eens 8 samen. En je hebt aan de ene kant 1 plaatje. En aan de andere keer 2 plaatjes. Probeer maar eens de kant die 2 plaatjes heeft. Daarvan het plaatje eerst te spelen. Dat gaat je misschien wel extra slaag opleveren. Dus helemaal goed. Nou, ik denk dat het leuke leerzame spellen waren. Ik zie jullie heel graag volgende keer weer als ik weer een filmpje opneem voor Barry's Internet Club. En heel veel plezier. En wie weet, tot ziens op de bridgetafel.